Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in peper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Als eerst, dit is zo gek, want ik heb dus zelf 3 weken niks gefilmd. En het is zo gek om dan nu weer te gaan filmen. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier met de weekvlog. Voor jullie zijn er wel nog wat vlogs online gekomen. Dat komt omdat ik ben... Oké, hoe ga ik het uitleggen? Ik had heel veel video's gefilmd. Maar ik had het eigenlijk te druk om te editen. Met school en werk en stage en alles bij elkaar. Dus toen dacht ik, nou ja, ik edit het nog wel een keer. Toen heb ik echt 3 weken niks gedaan. Maar ik had nog wel 3 vlogs. Of 4, ik weet niet meer. En ja, dus ik heb nu 3 weken niet gevlogd. Maar er zijn dus nu wel vlogs online gekomen, als het goed is. En ik ga dus nu weer lekker opnieuw beginnen. En het is vandaag zaterdag, al wel wat later, het is al 4 uur. En dat komt omdat ik vanochtend moest werken. Maar ik heb deze week best wel veel vrij. Ik heb wel toetsweek, maar ik dacht ik moet gewoon weer gaan filmen, want ik mis het echt heel erg. Dus daarom hierbij. Ik ga straks met Mickey iets heel erg leuks doen. En daarom heb ik me even opgemaakt, want ik heb naar werk heb ik de laatste tijd geen make-up meer op. En ik heb mijn make-up gedaan. En wat ik me afvroeg... Oké, ik heb dus nu alleen mascara op mijn bovenwimpers. En ik ga het nu ook op mijn onderwimpers doen. En ik ben heel benieuwd wat jullie mooier vinden staan. Ik vind soms dit echt heel mooi. Maar soms denk ik, ik wil eigenlijk... Mijn onderwimpers zijn namelijk helemaal doorzichtig. En dan denk ik, ja, ik wil eigenlijk ook wel iets op mijn onderwimpers. Dus daar ga ik nu even een beetje mascara doen. Oké, en dit is dan als ik mascara doe op mijn onderimpers. Als ik eerlijk ben, zie ik nu eigenlijk bijna geen verschil. Maar ik ben nu even aan het wachten op Mick. En ik wilde vanmiddag eigenlijk gaan leren, maar ja. Het is niet echt geworden. Ik moet straks wel echt doorgaan met leren. Maar ik ga even wachten op Mick en dan gaan we samen even vertellen wat we gaan doen. Ja? Hoe dat? Om 3 uur volgens mij. Oké, Mick is bij mij. En ik heb ook even een andere trui aangedaan. En we moeten nog zeggen wat we gaan doen. We gaan naar... Ajax toe, samen. Hey! Mick heeft zijn sjaal om. En mijn broertje en mijn vader hebben een seizoenskaart. Maar die gaan vanavond niet. Dus daarom gaan Mick en ik vanavond. Dat is een toppertje, klassiekertje. Ajax Excelsior. Dat is eigenlijk Ajax Rotterdam is dat gewoon. Hè? Dus we gaan... Straks gaan we met de auto daar naartoe en dan moeten we daarvoor nog even eten. Gaan we eten culinair of niet? Ik denk... De M. De beruchte M. De gouden M. De 2 gouden bogen, daar gaan we eten. Oké, dus... Ja, dat eigenlijk. En ik zal mijn camera meenemen. Ik ben alleen een tasje vergeten. Een tas? Maar hij kan wel in jouw jas ook, toch? Wat, de camera? Mm-hmm. Nee, dat past echt niet. Nee, ik heb mijn oplader en mijn wax er ook in zitten, dus het gaat echt niet. Je kan het toch hier laten? Ja, lastig. Oh, yes! Ik zit in de auto en we zagen dat we best wel op tijd aankomen, dus we hebben even... Drinken gehad. Ja, we krijgen zo de rest, maar we moeten hier wachten. Voor de 2 gouden bogen. Wat we allemaal hebben genomen is een McChicken menu, frietjes, McCroquette, Kim Nuggets. Het enige wat ik heb genomen is eigenlijk de kipnuggets. Dus Janette heeft honger. Hoezo zeg je Janette? Dat is zo irritant. En we gaan dus zo onderweg naar Ajax. En Mick heeft zijn sjaaltje al om. Wat zei je? Wat zei je? Mini McBang. Goed zo. Hé? Oh, die is ook. Ik heb hem open. Ja, daar kwam ik lucht erin. Ik denk, wat is dat dan? Lekker Fantaatje. Oké, we gaan even voorspellen hoeveel het wordt, de wedstrijd. Excelsior is het, hè? Ik denk 7-0. Ja. Oké, degene die het dichtbij zit. Oké, ik denk... Nee, wacht. Ik denk wel... Ik denk 4-0, denk ik. Dat wilde ik zeggen. Nee. Ja. Nou, jammer. Ik zeg het eerst. Oké, ik denk 5-1. Wie heeft dat fout? Ik denk dat Excelsior gaat scoren. Ja, 1 keer. Anders zeg ik het niet, hè? Zet maar daar, schatje.
Dat is van mij. Oké, pak maar. Ik ben zo irritant met eten. Ik heb gewoon honger. Ik eet ook kind eten. Kindje. Nee, dan. Nee, je hebt anders allebei. Nee. Nee. Kijk eens. Zoetzure, smerige saus. Dank je. Welke saus bestellen jullie bij Kim Nuggets? Ik altijd zoetzuur. Ik barbecue. Gadver. Ja, ik vind zoetzuur gadver. Ze hebben wel... weer lekker gedaan dit. Nee, ik zogenaamd grote friet. Maar is het wel helemaal vol. Dat doe je altijd, hè. Oké, maar wij gaan lekker eten. Oké, het is nu rust. En het staat hoeveel? Het staat 3-1, toch? 3-1. Ja. 3-1. Niet leuk? Ja, zeker. De wedstrijd is afgelopen en we zitten weer in de auto. En ik zei dat het 5-1 werd en Mix zei 4-0. Het is 6-2, dus doelsaldo is 6-2 is 4-0. Dus ik heb gelijk. Ik heb gelijk. En we gaan nu richting huis. Ja, dacht dat die andere weet, schat deze. Die Ja, die weet ik. Ja, weet ik. Ritsen, inritsen. Ja. En Mick, vertel wat je van de wedstrijd hebt gedaan. Nou, het is nu zondagmiddag. En ik heb net mijn make-up gedaan omdat ik zo moet werken. En ik haat het echt om make-up op te doen op zondag. Maar het was vandaag echt nodig. Ik moet nog wel even een mascara boven mijn ogen weghalen. Gisteren waren Mick en ik dus naar Ajax. En was echt een superleuke wedstrijd om te zien. En daarna is Mick uit geweest en... ik moest helaas leren. Want ik heb volgende week een paar toetsen. En ik heb dinsdag weer Engels. En ik heb zoveel stress. Maar ik ga nu eventjes me zo omkleden. En dan moet ik over 2 uur moet ik werken. Dus ik ga ook nog even leren. Even een broodje eten. En ja, dat eigenlijk. En ik moet ook nog steeds een video opnemen. Dat ik de vragen beantwoord over mijn opleiding. Ik ben het gewoon helemaal vergeten op te nemen. Maar ik zie er nou niet echt op mijn allerbest uit. Dus ik denk wel dat ik dat deze week ga doen. Want ik ben wel een paar dagen vrij. En ja, dan zal ik hem zo snel mogelijk online zetten. En ja, dat eigenlijk. Als jullie nog leuke video ideeën hebben voor mij, mag je dat zeker ook altijd laten weten. Oké, ik heb even een broodje gegeten. En ik heb mij aangekleed voor werk. En ik ga dus nu naar mijn werk toe. En jullie zien mij dan vanavond rond 7:30 of zo. Ik moet namelijk tot 7:00 werken. En ik heb echt niet zo heel veel zin. Omdat ik heel moe ben. Maar ja, als ik daar ben, dan maakt het altijd al niet meer uit. Dus ik ga nu snel naar werk lopen. Ik ben weer terug van werk. En wat heb ik rode wangen, zeg. Niet normaal. En ik heb lekker even weer dit ding aangedaan. Deze is van de Hunkemuller en deze is echt lekker zacht. Het is een soort lange jurkachtig iets. En ik heb ook al gegeten. Het is inmiddels, ja, 9:00, ja. En ik ga zo meteen voor mijn Engels leren. Ik heb dinsdag mijn Engels. Het is vandaag zondag. En ik ben echt super zenuwachtig en ik moet echt nog best wel veel doen. En ik heb ook dinsdag natuur, dus dat moet ik ook leren. Dus ik ga nu in ieder geval, zo, ik weet niet eens meer wat ik wilde zeggen. Oh ja, dat verder leren en dan, even kijken. Ja, ik ga nu even verder leren en dan ga ik zo meteen ook nog even wat dingen in mijn bullet journal doen. Want ik heb gewoon zin om daar even uit te werken. En dan heb ik ook gewoon weer een beetje dingen op orde. Dus dan zal ik zo meteen dat eventjes filmen. Oké, heel. Ik ben bezig in mijn bullet journal en ik probeer nu op de eerste pagina, dit is een boek waar ik van die leuke momenten in schrijf, probeer ik ja, gewoon wat extra dingen op te schrijven, zodat ik dat ook nog voor later weet, want ik wil het wel echt gaan bewaren. Dus ja, goeie
morgen. Het is vandaag maandag 15e. En zo. Het is vandaag maandag. En ik ben al bezig met leren. Want ik heb dus morgen natuur en Engels. En ik ben echt een beetje zenuwachtig. Het is bijna 12 uur. En Mick komt straks naar mij om me te helpen met Engels. Want die gaat me dan helpen met de tekst leren. Ik heb hem wel even opgemaakt. En ik ga zo meteen even lekker een tosti maken. Voor de rest moet ik voor natuur. Is de tweede, ik bedoel de derde keer dat ik natuur ga doen. Dus ik moet hem morgen halen. En op zich weet ik het wel. Ik heb al twee keer een 5 gehaald. Maar ja, volgens mij lukt het dus net steeds niet. Dus dat is een beetje vervelend. En ik ga dus nu verder met leren. En dan even wachten tot Mick er is. Even kijken. Volgens mij zegt hij nu iets. Volgens mij komt er vandaag of morgen een nieuw pakketje. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En ik wil eigenlijk ook weer. Ik ben echt al bezig. En ik wil eigenlijk vandaag ook een video opnemen. Met vragen over mijn opleiding. Zou ik dat nu doen? Misschien best wel een leuk idee. Oké, ik ga heel eventjes mijn sokken en mijn schoenen aandoen en dan ga ik make-up halen. En ik kreeg net een berichtje of ik van die bikinis, weet je wel, van Zavoe wil ontvangen. Alleen ik vind het zo eng om beelden online te zetten dat ik in mijn bikini sta. Want dat zou ik echt niet doen omdat ik dat gewoon niet durf. Dus ik ben echt heel erg aan het twijfelen, want ik vind die bikinis wel echt heel erg leuk. Dus ja, Mick is bij mij. En we gaan nu leren. Jij? Ja, maar jij gaat me helpen. En we gaan even wat eten en drinken pakken. En dan gaan we even in bed leren. Oké, het is vandaag dinsdag. En Mick is net naar huis. Die bleef toch hier slapen. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar ja. En ik ben nog één keer mijn Engels aan het doornemen. Want ik heb straks om 11 uur Engels. En ik ben zo zenuwachtig. Het is echt niet normaal. Maar ik denk wel dat ik het ga halen. Want ik heb echt heel goed geleerd. Tenzij ik dus daar helemaal dicht sla. Dan heb ik wel gewoon een probleem. Ik moet me nog eventjes omkleden. En als ik terugkom van mijn toets moet ik gelijk weer leren. Want ik heb vanavond dus mijn natuur. Dus ja, dat eigenlijk. Dus ik ga nu even me omkleden. En dan ga ik nog even snel Engels oefenen. En dan ga ik met de auto richting school. Want ik heb dus die toets 20 minuten. En dan vind ik het een beetje onzin om helemaal met het OV te gaan. Dus dat eigenlijk. Ik ben terug van Engels. En ik heb het gehaald. Dus ik ben echt super blij. Ik heb voldoende. Je kon alleen onvoldoende krijgen. En ik heb het gelukkig gehaald. Dus ik ben echt super tevreden. Vandaag krijg ik een pakketje binnen van Naked. Dus die komt bij mijn vader. Dus ik ga eventjes daar naartoe. Om bij het aan van de trap lopen. En dan ga ik daar ook leren voor natuur, zodat ik dat heel goed heb geleerd voor vanavond. Dus ik ga nu even mijn spulletjes inpakken en dan ga ik richting mijn vader om daar dan het pakketje te ontvangen. Oké, ik heb even mijn gezichtsmake-up eraf gehaald, dus ik zie er echt niet uit. Maar ik zag net dat schijf er ook op stond, die heb ik ook gehaald, dus ik ben echt super tevreden. Ik was ondertussen buiten even aan het leren voor natuur, maar dat ga ik nu binnen. Ga ik nu verder binnen doen. En ik heb mijn pakketje binnen van Naked. Dus die ga ik gelijk ook aan jullie laten zien. Want dan kan ik gewoon die twaalf beelden deze week gewoon ergens filmen. Dus dat pakketje ga ik jullie nu laten zien. Oké, ik mocht weer een paar dingetjes uitzoeken. Ik weet niet precies wat erin zit. Maar ik heb sowieso ook een kortingscode voor jullie. Ja, net de 15. Volgens mij voor 15% korting. En alle linkjes van de items staan gewoon weer in de beschrijving. Oké, en het zit gewoon in allemaal van deze zakjes. Dus dat is gewoon super fijn. En ik ga jullie nu even snel de items laten zien. Volgens mij staat de camera echt mega scheef. Oké, als eerst heb ik voor het allereerst een broek besteld op Naked. En ik vond het zo lastig. Want ik weet gewoon niet of ik het ga passen. Maar het is gewoon een zwarte skinny. En ik heb dit gewoon nodig. Want voor mij, ik heb alleen maar flared skinnies. En ik vond deze wel echt mooi uitzien. Dus ik hoop dat die past. Het is in ieder geval in de maat 36. En het is gewoon helemaal een zwarte broek. Met hierachter Naked. Heel nice. Er zitten geen gaten in. En aan de onderkant
zit dit. Oké, de broek past gewoon echt precies. Hij zit echt super lekker. En hij sluit ook precies aan. Hij is niet te lang. En ik hou er ook nog van om dit om te vouwen. Dus eigenlijk zit hij gewoon precies goed. Als tweede heb ik echt iets super leuks. Namelijk deze blouse. En ik vind deze blouse zo leuk. Hij is echt mooi. Het is een soort van dat luipaardprint, maar dan met zwart en wit. En ik denk dat deze ook heel erg leuk staat boven die broek. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Echt een hele mooie blouse. Hij valt wel wat groter dan normaal. Dat zag ik ook staan. Dus ik heb hem in maat XS besteld. Want ik hou er niet van als het echt super, super groot zit. Oké, dit is de blouse als je hem niet in je broek draagt. En ik vind dat niet heel erg leuk. En je ziet ook, hij is best wel groot. En dit is een maat XS. Dus ik laat het even zien als ik hem in mijn broek heb. Dit vind ik persoonlijk echt veel leuker staan. En ik vind het echt een hele leuke blouse. De stof is ook echt van heel lekker materiaal. Dus het is heel erg zacht. Het schijnt niet door. En het sluit eigenlijk prima aan. Dan heb ik iets besteld wat ik ook al in twee andere kleuren heb van Naked. En dat is namelijk dit shirt. Deze ziet er wel heel groot uit. Vergeleken die andere. Maar misschien had ik toen een veel kleinere maat. Maar het is zo'n top. Met deze heb ik ook in het rood en het wit. Met een hele mooie kraag. En hele leuke mouwen. En ik draag deze super vaak. Die rode en die wit. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik hem ook maar in het zwart nemen. Want zwart draag ik natuurlijk het allermeest. Dus dan vind ik dit wel gewoon heel erg fijn. Hij ziet er alleen een beetje groot uit. Volgens mij had die andere dan in een 34. En deze in een 36. Oké, en dit is de zwarte top. En ik vind hem eigenlijk beter zitten dan die andere tops. Want daar was die inkijk echt best wel heftig. En hier sluit hij eigenlijk precies goed aan. Ik kan hem ook nog in mijn broek doen. En ik denk met een andere kleur broek staat hij wat leuker. Maar hier ben ik echt blij mee. Dus een 36 zit eigenlijk best goed. Een beetje groot. Maar die andere is weer te kort. Dus ja, zo ziet hij eruit. Als laatste heb ik nog een super leuk jumpsuit. En deze is eigenlijk voor de zomer bedoeld. En ik dacht, ik bestel een keer het roze. En dit is het jumpsuit. Hij ziet er wel echt heel leuk uit. Alleen ik had dit niet gezien op de site. Dat hier een gat zat. En dat hoort er wel echt in. Dus ik weet niet of dit mooi gaat staan bij mij. Maar ja. We zien het wel. Ik vind in ieder geval de kleur wel heel erg mooi. En ik heb hem in een maat 36. Dus ik denk wel dat hij gaat passen. Oké. Als eerste, deze moet echt gestreken worden. Dat is wel echt nodig. Maar ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Dit vind ik echt heel erg meevallen. Alleen, ik vind dat het maakt me niet mooier of zo. Ik vind de kleur leuk. Maar het broekje vind ik een beetje gek. Ja. Ik vind het lastig. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik vind dat dit ook heel erg meevalt. Vind ik echt mooi eigenlijk. Maar het is gewoon het net niet ofzo. De linkjes van de producten staan in de beschrijving. En met dus de kortingscode Janette15 krijg je 15% korting op deze en alle andere items van Naked. Oké, ik ben weer bij mijn moeder thuis. En ik heb echt super lang zitten leren. En ik vind het heel lastig, want het is mijn laatste kans voor natuur. Maar natuur is gewoon echt niet mijn sterkste kant. Heb ik ook niet gehad op de middelbare school, dus ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar ik ga nu lekker even pizza eten, want ik heb dus om 7 uur mijn toets. En ja, daarom. En ik heb dus die nieuwe broek aan van Naked. En hij zit echt super goed. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik hoop dat hij nog een lekker een beetje meerekt. Dan zit hij helemaal lekker. En wacht, ik doe even alvast de oven verwarmen als ik zo aan het praten ben. En dan heb ik, deze week waren meerdere kansingen en dingen die nog gemaakt moeten worden. Is dat die scherp? En volgende week beginnen de andere toetsen, dus daar moet ik dan weer voor morgen gaan leren. Maar vanavond is ook Ajax Juventus, dus Mick en ik gaan vanavond samen daar naar kijken. Heb ik ook heel veel zin in. En ja. Ik denk dat Ajax met 2-1 gaat winnen. Dat denk ik. Dus ik hoop het. Goedemiddag, het is vandaag woensdag. En gisteravond gingen we Ajax Juventus kijken. En ik zei dat ik dat ging filmen, maar dat heb ik niet meer gefilmd. Maar Ajax heeft gewonnen, dus wij zijn heel erg blij. En waar is het dan gestaan?
Ik denk nog in de douche, want ik heb onder de douche mijn tanden gepoetst. Daarboven. Daar is het. Ja. En nu is Mick bij mij en we zijn vandaag allebei vrij. Ik moet eigenlijk wel leren, dus ik heb vanochtend even geleerd. En, andere licht, schat. Andere licht. Ik vind het andere licht. Ja, ik vind het fijner. En we gaan nu even lunchen. Oh, ja. En Mick weet nog niet waar, maar ik wel. Ja, ja lief. Nee, water in de tandpasta dop. Water in de tandpasta dop? Ja, dat is helemaal vol met water. En ja, dat komt omdat ik heb gedoucht. Ja, dat is niet handig. Oké, en dus Mick en ik gaan lekker lunchen en waar? Ja, dat ga ik niet zeggen. En voor de rest weet ik nog. Oh ja, en ik wil een foto maken, want ik heb dus die nieuwe blouse aan van Naked en ik wil daar even een foto van. Oké, we lopen nu richting de auto en we gaan zo meteen lunchen, maar Mick weet nog niet waar we naartoe gaan. Nee. Film even wat je aan hebt. Je nieuwe schoenen. Ik heb mijn Puma's aan. Ja, ik vind ze best wel vet. En ik heb een nieuwe broek van de Zara gekocht toen in Antwerpen, dat is deze. En ik heb gewoon een jas aan. Waarom ik geen jas aan heb is omdat hij in de auto ligt, niet omdat het zo warm is. Ja, net heeft van de kofferbak heeft zij een soort garderobe gemaakt, of ja, een soort jassengarderobe heeft ze ervan gemaakt. Slim toch? Ik moet wel eens een kaartje bij me trekken voordat ze een jas mag uitzoeken, dus ik hoop dat ze... Ja, welke jas voor je vandaag? De zwarte. Nee, ik denk dat het roze wordt vandaag, dat het wordt. Nee. Oké, Mick en ik zijn bij het Valkenburgsmeer. Zo, schaduw. En we gaan zo meteen even lekker wat eten, maar we gaan eerst even een rondje lopen. Want Mick leuk. Houdt heel erg van lopen. Ik haat het echt. Ik ga je wachten volgende keer maar. Nou, we zullen ook iets leuks doen. Dan gaan we... Vind je het niet fijn? Gewoon heel even. Nou, dus we gaan even een stukje lopen en dan lekker lunchen. Het is wel een leuk plekje. En als drinken heb ik een biertje. Eet smakelijk. Oké, Mick en ik hebben geluncht. En we hebben een stukje gelopen. Kun je de camera heel even daar neerzetten? En waar zijn we geweest, Jan? Wat, hoe bedoel je? Nee, je zei dat het nog Valsing was, dus misschien hebben we te kijken. Ja, ook dat had ik toch al gezegd. Echt? Het Valkenburgsmeer, ja. Ah. En we hebben even een paar foto's gemaakt, dus ik hoop dat ze goed zijn gelukt. Ik denk het wel. Ik denk wel dat er één goede tussen zit. En we gaan nu heel slecht nog iets anders doen. Iets anders doen. Vertel jij heel even wat we gaan doen? We gaan naar... Oeps. Ja, je kon beter even op afstand wachten. Oeps. Yes. Thanks. Oké, ja? Kun je lekker vriendelijk die vent? Ja, jezus. Ik snap dat dan echt niet. Ga ik zo boos doen. Maar we gaan naar de twee gouden bogen toe. En dan gaan we lekker ijsje halen. Ja, de McDonald's dus. Dus ja. Oh, het gein. Paf. Maar ja, dat gaan we dus doen. En daarna gaan we naar huis. En dan ga ik weg. Want Jeanette moet oppassen. En ik niet. Dus ga ik naar huis. Je mag gewoon mee oppassen. Wat moet je vanavond doen? Nee, ik moet wel beginnen aan... Ja, we kunnen samen als je dat wil. Ik heb geen laptop bij me. Ik heb geen laptop nodig. Ik heb al mijn bestanden nodig op mijn computer. Wordt het lastig, ja. En... Dan zie ik, ja. En dan zie ik je vrijdag pas weer. Ja, want donderdag kan jij ook niet. Ja, ik kan ook niet. Ja, ik kan wel. Maar op zich ook wel. Ja, dit is heel gek, zie je het lachje van haar? Nip, eens kan ze dus weer wel, maar net is dus dat ze niet kon. En zaterdag kan ze ook weer niet, dus ja, even kijken wanneer we elkaar zien. Maar waarschijnlijk is het vrijdag. Ja, denk het wel, ja. Dus dat, dus ja. Gezellig. Gezellig. Nu gaan we een ijsje halen. Ja. Gezellig. Mm-hmm. Toch, Jan? Ja, dit is mijn examenroute. Leuk. Echt gezellig. Keiga. Is het ook van de Valk? Ja. Leuk zeg. Ja. Hey, Mick en ik zijn wel weer terug. En we liggen in bed. En we gaan nu... Nou, we zijn Married at First Sight aan het kijken.
Het is best wel leuk. Leuker dan we hadden verwacht. Oké, het is vandaag donderdag. En ik heb vanochtend wilde ik gaan leren. Alleen gisteravond, wacht. Ik ga even mijn camera neerzetten en dan ga ik het vertellen. Oké, ik moest gisteravond moest ik dus oppassen. Dus het laatste wat jullie hebben gezien is dat ik volgens mij met Mick in bed lag. Omdat we Married at First Sight aan het kijken waren. Wat echt heel erg leuk is om te kijken. En daarna toen ging ik dus oppassen. En ik had mijn Joy oorbellen in. En ik wilde ze gisteravond toen ik thuis kwam uitdoen. Het viel één zo'n hartje. Die is ongeveer zo groot. Die viel dus op de grond. En ik was gisteren te moe om te kijken. Dus ik dacht, nou ja, ik kijk wel in de ochtend. En ik heb alles, maar dan ook echt alles opgeruimd. En ik kan dus niet die oorbel vinden. En ik kan daar zo slecht tegen. Dus ja, ik heb echt alles overhoop gehaald. En alles uitgezocht. En weet ik veel wat. En de grond schoongemaakt. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Dus ik heb echt geen idee waar het is. Waarschijnlijk ergens toch tussen gevallen of zo. En ik vind het gewoon super zonde. Want dan kan ik ze niet meer dragen. Want er zit maar één hartje aan. En ja. Dus dat vind ik gewoon wel echt super stom. Voor de rest. Ik wilde eigenlijk vandaag de hele dag gaan leren. En het is inmiddels 12:30. En ik heb nog steeds niks gedaan. Ik moet om 4:00 werken. Dus ik ga nu nog wel even heel veel leren. En dan ga ik om 4:00 werken. En na werk komt Mick mij ophalen. Gelukkig. En dan... Want ik ben deze dagen vrij omdat ik toetsen heb. En deze week waren de herkansingen. Volgens mij heb ik dit al verteld. En ik heb gelukkig vandaag en morgen niks. En vrijdag ook niet. Dus dat is wel super chill. Dus ik ga nu eventjes leren voor taal. En dan... ja, dat eigenlijk. Ik vind het zo stom van mijn oorbel. Ik kan er zo slecht tegen. Oké, ik ben bezig met leren. En mijn concentratie is zo slecht. Ik wil ook zo graag mijn kleding uitzoeken. Om te gaan verkopen op United Wardrobe. Want ik heb zoveel. Alleen, ik moet eraan beginnen. En die stap naar het beginnen, dat lukt me gewoon niet. Maar ik ga denk ik wel even in de vakantie er even naar kijken. En dan ga ik wel even wat dingetjes opsturen ook. Want ik heb gewoon echt superveel. En ik denk ook dat ik gewoon dingen waarvan ik denk van misschien willen mensen die niet gewoon echt voor heel goedkoper opzet. Maar ik ga in ieder geval nu verder met leren. Het is vandaag vrijdag en het is 11:45. Ik heb me net klaargemaakt en Mick heeft bij mij geslapen. En ik moet straks om 2:00 werken weer. Maar Mick en ik gaan eerst nog even wat eten samen. Nou, dit vind ik ook niet leuk met mijn haar. Ja. Allebei lelijk. Dus we gaan even naar het dorp en dan... Waarom doe je het zo? Ja, was het zo leuk? Nee. Dat vind ik wel. Ik wilde dus mijn haar krullen vanochtend, maar dan gewoon met crème, laat maar zeggen, en schuim. Dus niet krullen. En dus is helemaal mislukt. Ik zal het laten zien. Ik vind het wel leuk, maar ja. Het is niet leuk. Het is ook heel erg krokant, als je nou wat ik bedoel. Krokant? Ja, het lijkt net of het nat is, terwijl het niet nat is. Nee, dat vind ik dus mooi. Dat vind ik dus het mooie, ja. Nou ja, dan laat ik het maar los, hè. Volgens mij ik het zegt. Dus wij gaan nu naar het dorp. Oké, we hebben in het dorp even wat dingetjes gekocht. Als eerste hebben we ook even M&M's en chocola gekocht. En voor de rest heb ik make-up dingetjes gekocht. Dat zal ik straks wel eventjes laten zien. Maar we gaan nu nog even chillen op bed. En dan... Nou, Mick kwam er dus net achter dat hij het hele weekend moet werken. Dus ik ga nu werken en dan zien we elkaar morgenavond. Nou, ik zit er doorgaan. En ja, dus ik ga nu met de auto richting werk en dan zien jullie mij na werk weer. Het is vandaag zaterdag en ik zit in de auto met Imme, Eva en Amber. Oh, en het is groen. Want we zijn onderweg. Ik heb vandaag al 5 uur gewerkt. Het is nu 2 uur, dus je kan al uitrekenen hoeveel ik heb gewerkt. En en we zijn nu onderweg naar het strand, want het is 24,5 graad. Oh, is het gaat niet heel... Nee, niet echt. De vlogcamera vanaf nu vast. Ja, nee, maar. Dus geef we zijn
Dus ze zijn nu onderweg en we hebben gereserveerd om 2 uur. Dat is nu. Dus dat gaat niet helemaal lukken. Je moet remmen, hè? Ja, weet ik. Geef even aan mij alsjeblieft. En Eva zei van Ben dat we iets later zijn. Ja, en Emma gaat nu even laten zien wat iedereen aan heeft. Ik ga dan. Wat heb je aan? Dat doen we wel eens als ik sta. Nee, Jan. Oké, dat mag er niet in. Oké, zal ik jullie een leuk verhaal vertellen? Oké. Nee, niet aanraken. Ja, we zijn klaar. Oh ja, je wilt toch een leuk verhaal vertellen? Oh nee, ja. Niet voor de camera. Oh. Oké, wij zijn op het strand. En het is echt heel lekker weer. En we hebben gelukkig de achterste strandtent door Amber. Bedankt. Nee, voor Eva. Door Eva. Hallo, ik weet niet de strandtent hier niet. Ik heb gezegd dat En Eva maakt zich al helemaal druk, want we zijn 10 minuten te laat. Dus Eva is bang dat de strandtent weg is. Ja, zo meteen ook. Nou, niet de strandtent. Ja, dat lijkt me sterk. Onze tafel. Sfeerbeelden, tuurlijk. Ik ook, lekker goedkoop is dat ook namelijk. Oké, we zijn nog steeds op het strand en we hebben even een plekje gevonden. Het lijkt me dat ik geen shirt aan heb. Oké, valt wel mee. Echt. En we zitten hier even op zo'n lekkere bank. Ja, heel chill. Ja, als jullie gewoon naar mij toe komen, dan gaan we gewoon even met mij thuis. Ik ga dat niet doen.